José PA 9209. Met een verzoekrit op de circulatiehalen van het kader onderwijs, Parkkade richting Koperstraat. Parkkade naar de Koperstraat, circulatiehalen. Goed. Yes. Hey, bedenk voor jezelf een moment waarop je die op de circulatiehalen aanzet. Zorg dat je geen schrikmomenten creëert. Wacht ik even op bij deze mensen voorbij. Ja, precies. Schrikken. Precies, heb je goed gezien. Dan zou ik zeggen, hier kunnen ze aan. Geef maar een geel. Kunnen ze aan? Ja. Mooi. En jouw winst ligt niet zozeer in je snelheid, maar je winst ligt in het door kunnen blijven rijden. Ja. Vrij gewoon vrij doorgaan. Dus op de stukken waar het kan mag je best het gas instappen. Maar de winst ligt niet in die snelheid, die ligt in het feit dat je niet hoeft te stoppen bij verkeerslicht, dat je niet stil komt te staan. Akkoord, gaan we rechtsaf. Het is vrij. Ja. Daar weer rechts of hier? Gaan we linksaf. Oké, okay. Vanaf rechts is vrij. Mooi, hè? Oh, daar is hij. Zag je hem schrikken? Ja. Had geen idee. Vrij. Ergens. Oh, uit. Aan het einde bij de verkeerslichten gaan we rechtsaf. Rechtsaf. Is het vrij? Ja, vrije ruimte ligt op. Links, zo is dat. Rechts, links staat stil. Ja, goed, gewoon eens gezien. Fietsers in de gaten. Fietsers gezien, doe je ook niet mee. Akkoord, mooi. Ergas. Hier mag je best eventjes dat gas intrappen. Dat mag best. Maar zoek er wel de juiste plek links rijdt. Kruis ons. Hij staat stil, hij heeft me gezien. En door, en door. Nu ga je te snel veel op het. Kijk, hij gaat er weer rijden, zag je het? Als je te fors op de rem gaat, gaat hij gewoon rijden, hè? Voel je hem? Ja. Oké, dat is erop. En dat valt best niet mee hoor, het is echt het zoeken van de gulden middenweg ertussenin, hè? Staat op rood. Verderop, kruis op de rijbaan. Ja. Wel een pijl op de rijbaan. Fietsers. Ik kan niet zien wat er oversteekt vanaf de vrachtwagen. Gaat nog even remmen. Ja, akkoord. Ja, oké. Oh, hij geeft seintje. Ja, weet je, dat kan hij wat doen met die armen rijden, maar rijden. Maar wie is hij dan? Ja. Hij gaat ook niet vertellen bij de rechtbank. Ja, nou goed, ik heb die fietsen niet gezien. Dus ik rij maar op. Ja, dat is mijn schuld omdat die fietsen dood is gereden. Dat is allemaal heel goed bedoeld, hè? Ik rol gewoon mee. Ik rol gewoon mee. Ja hoor. Krijg ruimte hier. Ik denk dat die Brit. Fransoos, best, ja, precies, netjes. Oké. Okay. Hier kan ik gelijk opschuiven naar links. Even licht aan. En erop. Hoe staat de brood? De vrije doorgang, dat klopt. Kijken, niks rijdt, ja, laat hem op. Zebrapad gezien. Snel het eruit, snel het eruit, snel het eruit. Ja. Laat je niet betrappen. En door. Ook, toch gaat mijn snelheid er even een beetje uit. Yes, I can. Stoplicht staat op groen. Het verkeer rijdt. Probeer een beetje in te houden dat ze me horen en zien aankomen. Ja, want op afstand ben je zichtbaar. Ben je veel beter zichtbaar, ja, dan kort tevoren. Dan krijg ik ruimte. Je bent onzichtbaar voor die kerel naast die vrachtwagen, ja, die bestuurder. En die kan al zijn best gaan doen via aan de rechts te gaan. Tenzij je zit te pitten natuurlijk. Hè. Ja, ik kan niet zien wat daar na de vrachtwagen rijdt. Zie je, daar rijdt er ook heen. Drie tegelijk, vier. Dus maak een ruimte, geef vrije doorgaan. Taxichauffeur op zouten. Ga maar eens tegenovergesteld eroverheen. Kom maar. Is dat tongen? Tegenovergesteld, opvallend, naderen.
En hier de docent. Dat is een heel klein stukje waarin je net eventjes meer doorgang. Die ruimte tegenovergesteld pakt. Volgende stoplicht rechts staat op rood. Ja. Hij staat groen voor ons. We kunnen gewoon door. Wij kunnen gewoon door. Hij zit helemaal niet door, ik rij achter je. Dan ga ik het niet rijden hier. Hij staat rood. Gewoon het midden door. Hij reageerde gelijk op je, die grijze auto, hè? Hij reageerde gelijk op je, zeg je het? Ja. En nu is het kwestie van je rust bewaren. Alsof je een steen in een mierennest gooit. Ja, lekker hoor. Zo is dat netjes. Keurig hoor. Dank u. Verderop zie je rechts richting de A16 op groen staan. Die gaan nou op rood. Mijn... Links heb ik meer doorgang. Ja, maar toch wil ik hier midden door, want ik dwing hem namelijk straks de rijbaan op te rijden. En dat wil ik niet, dus kijken hoor, dat straks rijdt. Ik ga hier binnen door. Ik ga eens midden opstaan. Hier hebben we behoorlijk wat ruimte. Mensen kunnen links en rechts, zonder dat ze eigenlijk het kruisjesvlak op moeten rijden. En die BMW de links, die had je gedwongen het kruisjesvlak op te rijden. Oké, nu gaan we zachtjes naar voren, streukje voor strookje voor strookje. Vrachtwagen heeft je gezien. Strookje 2 heeft je gezien. Dat hebben we gezien. Doorrollen. Netjes, keurig, hoor. Dat zijn ze. Even rijden doorgang, dat is deze. Rustig oprijden. 1 en 2 staan stil. 3 en 4 rijden nog. Houden ze me gezien. Houden ze in de gaten. Die heeft hij me gezien. Ja. Dus jij komt nog zijn mallen aan. Die remt als laatste. En gaan. Daar is dat. Echt een pestverkeersplein dit, hè? Maar het ging wel goed. Ja, dat zeker. Maar je moet goed polsen zodat je het opkijkt. Dat is duidelijk. Harder rijden volgens de brandjesrichtlijnen. De busbaan neem ik niet, want ik ben niet bekend. Stoplicht staat op groen nu. Rechts heb ik wel vrije doorgang. Gewoon door, op zich heen. Je hoeft niet primair te zoeken naar je vrije ruimte als het groen is. Kan ik door?
doorgang. Het gangetje heeft hij mij gezien. Ja. Ja, strak, netjes zo. Even dat vuile verkeer uit kunnen zo.